met zoveel mensen naar deze plek gekomen bent voor het debat over de binnenstadsvisie voor Nijkerk. De afgelopen week hebben we in Nijkerkerveen, in Nijkerk en in Hoevelaken ook debatten gehad. Maar die gingen dan vooral over de structuurvisie in het algemeen. En vanavond gaat het vooral heel specifiek over de binnenstad van Nijkerk. Zal wel oppassen dat het niet een stad wordt met alleen maar ketens. Want dan kunnen we naar alle plaatsen, want dan is alle plaatsen gelijk. Dus ik vind wel dat we moeten opletten dat er ook nog leuke, gezellige winkeltjes zijn die niet overal te vinden zijn. Nee, absoluut. We hebben zojuist zelfs geconstateerd dat... Dat noem je tegenwoordig de verblokkering van de binnenstad. Hè? Ja. Als je te veel ketens in het middensegment in je binnenstad hebt, dat is niet de bedoeling. Nee, het is juist de bedoeling om in dat hogere segment mensen enthousiast te maken om zich in Nijkerk te vestigen. Ja. Maar dat kunnen dus ook gewoon lokale ondernemers zijn met een goed plan, die een prachtige kledingzaak of een mooie servieszaak. Graag zelfs. Ja. Mijn naam is Joop van Ruller. Ik zit in de gemeenteraad voor het CDA. En wat wilt u vanavond hier bereiken? Nou, wat ik wil bereiken, kijk, er liggen vanavond hele belangrijke plannen op tafel. Het zijn plannen hoe in de toekomst de gemeente Nijkerk eruit gaat zien, waar we gaan wonen en waar we gaan werken. En de gemeente heeft een viertal avonden georganiseerd om van alle bewoners te horen wat zij daarvan vinden. En ik als gemeenteraadslid vind het ook belangrijk om te horen wat de mensen hiervan vinden. Want straks gaan we als gemeenteraad gaan we hier ook over praten met z'n allen en gaan we de plannen ook vaststellen. En hoe hoopt u dat de gemeente Nijkerk er over 20 jaar uitziet? Nou, ik hoop natuurlijk dat we een mooie gemeente hebben waar we goed kunnen wonen, waar we kunnen werken met z'n allen. Maar waar ook het landschap, dus het gebied eromheen, de natuur, de landbouwgebieden, dat die ook in stand blijven. Dat er ook een mooi gebied is waar we met z'n allen kunnen verblijven, recreëren. Kortom, niet dat het opgeslokt wordt door de Randstad, dat er alleen maar huizen en bedrijven komen. En dat we ook hier met z'n allen nog een stukje groen houden. Stel dat ik nu hier een winkel zou kunnen openen, dan moet ik ook weten dat ik een boterham daarmee kan verdienen. Hoe ziet de gemeente dat eigenlijk en over welk tijdbestek spreken we dan eigenlijk? Want ik bedoel, vanuit de crisis gezien zouden we zeggen van ja god, het is geen goede tijd om een nieuwe winkel te openen. Ja, ja. Dus van de ene kant moeten we gaan bezuinigen. Kijk, dat we dan een laag percentage werkloosheid hebben is hartstikke mooi. Maar die mensen moeten ook geld hebben om dat uit te geven. Ja, ja. Ik kijk dan ook eerst eventjes naar die kant, want die meneer weet alles van winkels openen en weer sluiten. Vooral van openen. Is dat haalbaar voor een ondernemer? Is er nog brood te verdienen hier? Nou, de vraag is even voor wie en op welk moment. Ja. Wat we zien in de markt, ondanks de crisis, dat als het gaat om supermarktontwikkelingen bijvoorbeeld, zien we die gewoon doorgaan. Hè, want dat heeft ook niks met de crisis te maken. We moeten blijven eten. En je ziet dat de ontwikkelingen in die supermarktbranche, die gaan gewoon door. Schaalvergroting, maar ook de onderlinge strijd. En je ziet dat daar ook op geïnvesteerd wordt door die supermarkten zelf. Daarnaast zie ik ook dat op goede winkellocaties winkelketens nog steeds bereid zijn om te investeren als de plek maar goed is. Ik ben Marielle Broekman, ik ben raadslid voor de VVD hier in Nijkerk. Dus, waarom bent u hier vanavond gekomen? Ik ben hier gekomen omdat ik het om te luisteren, om te horen wat er speelt onder de bevolking, welke onderwerpen er naar voren komen, wat mensen ervan vinden. Het is voor ons natuurlijk heel erg belangrijk om te horen wat de mensen die hier in onze gemeente wonen, mensen die in de binnenstad wonen, de ondernemers, wat die vinden van de plannen. Dat is iets waar straks de raad over gaat beslissen. Dus voornamelijk eigenlijk om te luisteren, veel mensen te spreken over de structuurvisie. Dit plan is ook zo belangrijk, want op het moment dat je als gemeente zegt van ja, dit is wat wij met elkaar willen, dan is dat ook een uitnodiging voor projectontwikkelaars om te investeren in de stad. Want ontwikkelaars zoeken ook een stad met ambitie die ervoor wil gaan. En wat daarbij komt is dat we straks voor deze binnenstad ook een nieuw bestemmingsplan gaan schrijven, waarin je zegt van ja, wat wil ik nou met de ruimte? Hoe hoog mag er gebouwd worden? Wat mag er gebouwd worden? En wat mag waar? Maar ook willen we met een zogenaamd beeldkwaliteitsplan ook proberen vast te leggen van ja, maar als je wat bouwt, dan zou het er ongeveer zo uit moeten zien. Ja. Je hebt het over dakvormen, je hebt het over kleuren, materialen. En met name de combinatie van die laatste twee met een heldere visie maakt dat je volgens mij
interessant bent voor projectontwikkelaars om in je stad te investeren. En dat je die gewoon met open armen moet ontvangen. Want we kunnen het als gemeente gewoon echt niet alleen. Dan ben ik blij dat we hier een vertegenwoordiger van de stichting Oud-Nijkerk aan tafel hebben. Want volgens mij gaan er voor jullie gouden tijden aanbreken. Want ik hoor iedereen over hoe belangrijk het is, hoe mooi het is, hoe trots mensen daarop zijn. En terecht, denk ik dan. Maar ik neem aan dat jullie dus in je handjes knijpen met dit plan. Ik moet zeggen dat wij en ik er erg blij mee zijn. Dus ik vind het geweldig om te horen dat de cultuurhistorie zo'n belangrijke plek krijgt in alle plannen. Dat de parel van Nijkerk terugkomt. En ik wil ook echt voor het plan wat er nu ligt een compliment uitdelen aan het college en de projectleider en alle betrokkenen. Want ik ben echt onder de indruk van de samenhang van Nijkerk. De inrichting van de openbare ruimte kan zoveel goed doen aan je herkenning van de plekken waar je loopt. 3 mooie pleinen, daar wil ik het zo nog even over hebben. Dat doet recht aan niet alleen de monumenten, niet alleen de bebouwde omgeving, maar ook de hele beleving van Nijkerk en het eigene waarom we willen dat mensen naar Nijkerk komen. Mm-hmm. En dat kan zoveel versterkt worden. Ja. Ik ben Gerard Renkema en ik ben burgemeester van de gemeente Nijkerk. Wat vond u van deze avond? Ik vond het een hele boeiende avond. Ik vond het heel leuk dat zoveel mensen deze kant op zijn gekomen om met ons mee te praten over de toekomst van de gemeente Nijkerk en met name over de binnenstad. En dan zie je dat een heleboel mensen ook een heleboel ideeën hebben. En wat ik dan wel heel erg leuk vind, dat een aantal ideeën die de mensen hebben, toch een beetje in de buurt komen van de ideeën die wij als gemeente ook hebben. En ik denk als we dat een beetje goed op elkaar afstemmen, dat we een hele mooie toekomst hier voor de binnenstad tegemoet gaan. En heeft u zelf nog deelgenomen aan deze avond? Nou kijk, nu is het woord meer aan burgers en aan andere mensen. En bij de voorbereiding hebben wij natuurlijk een heleboel gedaan, want het college van burgemeester en wethouders, die heeft dit tot nu toe gemaakt, de plannen zoals ze er nu liggen, deze voorstellen. En nu gaan we iedereen vragen wat ze ervan vinden. Dus daarom vanavond een beetje rustig houden mij als burgemeester. En straks zullen we zien van hoe we die plannen gaan beoordelen en hoe we daar met elkaar, met de gemeenteraad, iets moois van kunnen maken.